Vasten betekent in de traditionele zin dat we minder eten of geen alcohol drinken. Maar zijn er nog andere manieren om te vasten? En hebt u tips voor ons om dat concreet te maken? Ja, om echt het antwoord te verstaan dat ik zal geven, moeten we misschien eerst eventjes nadenken wat vasten eigenlijk is, hè. Vasten is fundamenteel, ik druk het met mijn eigen woorden uit, het is fundamenteel, denk ik, een oefening in zelfbeheersing, het beheersen van primaire menselijke behoeften, waar je eigenlijk, als je er gewoon op ingaat, nooit helemaal aan voldoet. We leven in een maatschappij die precies het omgekeerde doet van wat vasten beoogt. We leven in een maatschappij waarin je onmiddellijk op al je behoeften moet kunnen antwoorden. Als je geld hebt, dan kan dat ook. Maar dat is geen menselijk leven. Wat er moet gebeuren in ons mentaal leven, in ons spiritueel leven ook, dat is dat we een overgang maken. Ik ga het eventjes moeilijker maken misschien, maar het zal niet lang duren. We moeten de overgang maken van behoefte naar verlangen. Vandaar dat vasten altijd zo belangrijk geweest is in de spirituele weg. Als ik onmiddellijk inga op mijn primaire behoeften van eten, slapen enzovoort, dan kom ik nooit tot een verlangen. Want ik heb dat verlangen eigenlijk niet nodig. Ik moet mijn behoeften inperken en beheersen om te komen naar een leven van verlangen. En dat heeft altijd te maken met relatie. Ik treed uit mijn eigen beperkte klein wereldje om in relatie te treden met andere mensen. En ook in relatie te komen met God. Het is niet toevallig dat Jezus op Aswoensdag, waar we het evangelie krijgen, waarin Jezus zegt, ja, vast als je alleen bent, bid als je alleen bent. En dan toon niet aan iedereen wat je aan het doen bent. Het gebed is eigenlijk naar God gericht. Het vasten is die zelfbeheersing. Maar die moet ook in dienst staan van de andere mens. Dus je hebt het gebed naar God toe, maar je hebt ook in het evangelie dan de aalmoezen naar de medemens. Die twee, het bidden en het aalmoezen geven, dat houdt verband met het verlangen naar relatie. Het erkennen dat ook een andere mens die het moeilijk heeft, verlangt naar relatie. Ik kan daarop ingaan, maar ik heb ook relatie nodig. Dus we moeten vast, dat is eigenlijk het opentrekken van, in plaats van op zichzelf terug te vallen, het egoïsme, wat men in de Grieks noemt, de philautia, het zich alleen maar zichzelf beminnen, dat men komt tot de andere mens. In de ski heeft men daarvoor een mooie uitdrukking in het Frans. Faire la conversion. Ik weet niet wat de Nederlandse uitdrukking daarvoor is. Maar dus een skier die in fait la conversion, dat betekent ter plaatse gaat hij zich helemaal omdraaien in de andere richting, 180 graden. Dat is eigenlijk wat we moeten doen in de vasten. We vallen spontaan op onszelf terug en we draaien ons helemaal om naar de andere toe. Dat is toch wel heel belangrijk om dat te ontdekken. Het is dus niet toevallig dat, en ik denk dat we dat niet mogen vergeten, ook niet in onze cultuur, we mogen niet te lichtvaardig zeggen, ja, vasten, dat eten en dat drinken, dat is allemaal zo oppervlakkig. Het is helemaal niet oppervlakkig. Ik denk dat vasten daar inderdaad begint. En het is niet toevallig dat in alle godsdiensten vasten in de eerste plaats betekent inperken van eten en van drinken. Ook waken, dat komt daarbij, dus omdat wij eigenlijk nood hebben aan slapen. Het is niet zichzelf echt tekort doen. Het is zeggen, we gaan dat inperken zodanig dat er een ander verlangen kan naar boven komen. Daar komt nog iets bij, dat is dat vasten helpt om zichzelf beter te leren kennen. Je moet maar eens proberen van te vasten, heel vlug, komen er negatieve gevoelens naar boven. Er komt woede naar boven, waarvan je niet bewust was. Er komen verlangens naar boven die je normaal niet onderkent.
Dus de vaste periode is ook een periode van zelfkennis. Ik perk bepaalde dingen in om met mezelf geconfronteerd te worden. En mij dan de vraag te stellen, wat doe ik daar eigenlijk mee? Dus in die zin is de vaste periode een heel rijke periode. En ik heb dus eigenlijk ook al een beetje geantwoord op je vraag van, gaat het alleen om eten en drinken? Nee, het begint met eten en drinken om meer tijd te maken voor relatie. Dus, want de leegte die er is, moet ik opvullen met iets positiefs. Anders zit ik gewoon alleen maar in de woestijn. Word ik alleen maar geconfronteerd met mijn negatieve gevoelens. Maar het evangelie zegt nee, steek meer tijd in je godsrelatie door het gebed. Steek ook meer tijd in aandacht voor de medemens die het nodig heeft. En dat is symbolisch, de aalmoes, maar dat kan natuurlijk even wat meer zijn.